over de rooien. Suzanne, goedenavond. 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 Jij durft het aan vandaag. Ik durf het aan. Wie gaan we bellen? Manon, dat is een vriendin van mij. Oké. Okay. Ja, maar ja. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Een goed jaar, maar we zijn ja. Ja, een goed jaar, een heel leuk jaar. Ja, ja, oké. Okay. Maar wel echt goede vriendin, dus je kan wel wat hebben van jou. Ja, ja, ja. Okay. Ja, 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 zeker. We kennen elkaar goed. Oké, okay, nou, het werkt als volgt. We gaan je zo meteen doorverbinden met Manon. En als jij er over de rooien krijgt, op wat voor manier dan ook, dan win je de prijzen. Dus, okay. Ik zou zeggen, heel veel succes. We bellen anoniem. Als de vraag belde jij net ook al, gewoon ja zeggen, want we hebben hem even over laten gaan. En dan komt hij. Oh, dat is goed. Dank je. Joe. Hallo, Manon. Hey, vrouw. Met Suus. Hallo. Hey, van mij onbekend. Wat zei je? Je belt onbekend. Ja, via mijn andere telefoon is daar. Die staat altijd anoniem. Oh. Dus, okay. Lig je al in bed? Nee, joh. Ik zit er bij de vriendin mee. Die vertrekt al. Oh ja, dus, ja, ja, ja. Nou, sorry dat ik jou eventjes bel, maar ik wil eventjes iets vertellen. Want ik kom net van ons mama af, die was jarig. En die had voor onze verrassing, voor heel het gezin, gaan wij van week naar Guus Meeuwis. Nou is van week ook ons weekendje naar Venetië. Ik wil zeggen, volgende week, hoezo? Jullie mam die wist dat wij volgende week naar Venetië gaan. Wat zei je? Ik zeg, jullie mam die wist dat wij volgende week naar Venetië gaan. Ja, blijkbaar niet, maar die wou dat gewoon een keer doen en ik zie hun al zo weinig. Dus dus ik heb ervoor gekozen om dan met hun naar Guus Meeuwis te gaan. Die heb ik dure kaarten gekocht. Ja, natuurlijk. Dus ik kan ons weekendje eigenlijk skippen of verzetten of ja. Hallo, een beetje kutkrappen. Echt niet. Ja, ik meen het. Echt. Ik meen het, ja natuurlijk. Dus één van de zoveel. Nee, ik ben nou niet aan het gein. Ik meen dit, dus ik denk, ik bel jou meteen eventjes. Ik weet niet of er iets met die tickets kan. Ik ben niet aan het kijken. Zit Johnny naast je, of wat? Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon alleen thuis. Maar ik vond wel dat je dit moest weten. Dus misschien kunnen we het verzetten. Je weet het serieus, of wat? Dit meen ik serieus. Echt serieus. Anders bel ik niet, Manon. Ja, echt niet. En zo laat nog. Ik kom gewoon net van de smam af en ik kies toch voor hem. Ja, natuurlijk. Hé, we hebben elkaar vanochtend nog gezien. En vanochtend zei je nog, ik heb geen zin in die verjaardag. Ik heb er altijd, moet ik weer naar school toe, die is jarig, hartstikke leuk. Ah, helemaal geen zin in. Ja. En nu nou, luister. Ik voor een volgende week en meteen. Ja. Ja, nou, daar ben ik dus toch geweest, serieus. Maar ik ga dus. Ja, ik ga echt van een Guus Meeuwis. Dus ik wou je dat zo snel mogelijk laten weten. Misschien kun je dan nog iets van die tickets. Suus, echt. Hop op, moet ik jou er even aan helpen herinneren? Die jij degene bent die een half jaar geleden dit bedacht heeft en per se naar Venetië wilde en leuk. Ja, bla bla bla. Vervolgens nu al. Ja. Hey, hallo. Vervolgens nu al voor de vierde keer dat ik ga het verzetten? Echt niet. Nou, hop op, je hoeft niet. Serieus. Ja, doe eens normaal. Je hoeft nou niet meteen zo te doen. Ik bel je toch gewoon fatsoenlijk op. Hey, ja, om 11:30. Ik weet niet. Ja. Nou, bij deze. Ja, je bent echt. Je wordt gekker met een minuut, of niet? Doe eens normaal. Nou, dus, ja, dan weet je het in ieder geval. Jij bent degene die mij belt, ik weet niet. Ik verzin het niet. Ik kan me niet meer aanzetten. Nou, ik had gehoopt dat je er een beetje normaal op zou reageren, maar blijkbaar kan dat niet. Hé, dat komt omdat jij altijd Sjaak afhaken bent. En dit de zoveelste keer is dat jij wel afhaakt. Ik zal morgen die tickets gaan boeken. Het hotel dat ligt al vast en nu moet ik het weer gaan verzetten, of wat? Ik ben een trekpop die iedere maand weer een ander weekend voor jou vrijmaakt. Nou, ja, ik snap dat het niet leuk is, maar het is niet anders. Ik heb er toch voor gekozen. Ja, hey, maandag ben ik op het werk en dan hebben we het wel over. Ik zit nu waar en ze vertrekt om 2:00 vannacht op vakantie. Ik wil nu met haar gewoon even gezellig bijkletsen voor het vertrekt. En we hebben het er maandag wel over. Manon! Ja. Manon! Huh? Manon! Oh, jezus. Is dat... Hallo? Ja, Daniel hier van Radio 538. Je bent live te horen in heel Nederland. Nee. Het is wel een geintje. Niet! Jawel! Jongens, er is een oei, oei, oei. Ik dacht even dat je er niet in ging trappen, maar uiteindelijk heb je de tonnen wel over de scheef gekregen, Suzanne. Ik vind gewoon, het is bijna weekend, ga lekker feest vieren. Je krijgt prijzen! Yeah! En je wint 2 tickets voor Comedy & Concert. Kunnen jullie nog wat leuks gaan doen met z'n tweeën? Je wint namelijk 2 tickets voor Comedy & Concert op 1 juli in de Kuip met Najib Amhali, Jan Dino, Broederliefde en 7 Alias. En je krijgt een fashionbon van €50 bij freshcotton.com. Yes, mooi. En jullie gaan ook nog eens lekker naar Venetië. Dan gaan we volgende week vieren, vrouw. Ja, echt zo. Wacht maar.
over de rode.